Drie avonden lachen voor maar €33. Kies één van de twee pakketten en maak kennis met verschillende cabaretiers die jou een onvergetelijke avond bezorgen. Groningen heeft het moeilijk op kosten van de natie. Wij wonen in Groningen, snel, geef van compensatie. Er zit een barst in de theekop en een scheur in de muur. En de kat heeft al 3 dagen buikpijn en de karnemelk is zuur. Mijn vader is geboren in Jakarta, Indonesië. Flamboyante, gepassioneerd man. En mijn moeder is autistisch boerinnetje uit de Beemster. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is de allereerste keer dat jij en je nieuwe vriendin in het tweepersoonsbed gaan liggen, dat die kant van het bed die je dan kiest, dat is altijd jouw kant. Wat er ook gebeurt. Oorlog, kernbommen, de 3 doldwaze dagen. En dan alleen als na de seks die kant van het bed zeiknat. Ja, dan wel, ja, als hij zeiknat is. Als iemand de democratie niet gerespecteerd heeft, dan zijn jullie het. Dan denk ik zeker bij Rob Jetten. Dan denk ik, Rob, jongen, jij staat elke dag zo vaak, zo lang voor een spiegel. Kijk er ook even in. Kijk even. Van Jetten, jouw generatie kan heel weinig hebben. Dat ik denk, ja, omdat jullie alles al hebben. En toen zei Martin Bosma, dat heb ik gezegd, maar dat was in een andere rol. En dat lijkt mij dus fucking chill, als je gewoon dat argument kunt gebruiken. En daarmee wegkomt. Toch? Dat is zo van, wat lieverd, wat is er aan de hand? Dat ik ben vreemd gegaan. Ja, maar dat was in een andere rol. Aangenaam, mijn naam is Marco en ik vroeg meteen, met C of K? Met een C. Oké, dan jij heette maar John. Ja, ik zie het. Marco, zie je dat ze nu al meer ruggengraat heeft dan dat jij nu hebt? Ja. Goedenavond, dames en heren. En van harte welkom bij mijn show. Ik kom uit Limburg, een heel klein dorpje. We hebben eigenlijk 3 dingen. Veeteelt, preiteelt en inteelt. Ik ben een song and dance man, dus... Ik heb een lied geschreven. Ah! Een goede anus liegt niet. He, of zoals ze bij ons zeggen, hoe de goot gaat, komt geen kwatsch. Sapper de flap, mensen, wat een avond. Hey, sexy bitches! Ik ga dit nu denken, nou, dan ga ik piepen. Piep, 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 piep. Ik zeg altijd, ik ben wel dik, maar wel lekker. Hou je. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens naakt taart wil gaan zitten eten, dan is dat mijn zaak. Ja, maar dat is wel de reden dat we toen uit Bakkenbart zijn gezet. Blij dat we zo wel geleerd hebben. Ah, wat is er dan toch net zo ongelooflijk, dames en heren. Brit Campagne! Drie avonden lachen voor maar €33. Ga naar atlastheater.nl en kies jouw pakket voor 3 avonden onvergetelijk lachen.